Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn gekochte spullen van zowel Temu als AliExpress laten zien. Temu, daar ben ik nog niet zo heel erg lang mee bekend. Het is voor mij nog relatief nieuw. Ik kreeg er ineens allemaal reclames van te zien. Ik dacht, wat is dit toch? Toen hoorde ik mijn moeder er al over. Toen dacht ik, nou, ik ga toch eens even een kijkje nemen. En toen kwam ik erachter dat dit dus ook een webshop is waar je dus spullen kunt bestellen. Ik heb hier de pakjes liggen en op dit moment zit er een kat aan dat plastic te likken. Ik weet niet waarom zij dat doet, maar dat is dus wat je hoort. En ik dacht, nou, ik wil daar toch wel eens een keer een bestelling plaatsen. Ik heb ook wat veranderingen gemerkt bij Temu en AliExpress. Ik doe de AliExpress spullen er nu ook bij, omdat ik gewoon heb gemerkt dat Temu niet alles had wat ik zocht. Maar mocht je benieuwd zijn wat ik heb gekocht bij Temu en AliExpress, zou ik zeggen, kijk gewoon even gezellig mee met deze video. Voordat ik overga tot het laten zien van de spullen, wil ik toch even een aantal verschillen noemen tussen Temu en AliExpress. Want het lijkt eigenlijk allemaal heel erg op elkaar. Het is allemaal uit China komende spullen. Maar ik heb toch een aantal verschillen opgemerkt die ik toch even met jullie wil delen. Allereerst is het bij Temu eigenlijk alleen mogelijk om via de app te bestellen. Het lukt mij niet om via de computer bijvoorbeeld te bestellen. En dat vind ik bij AliExpress wel makkelijk. Bij AliExpress kan dat wel. En dat vind ik zelf gewoon heel fijn, want soms zit ik achter mijn computer en dan zit ik daar gewoon even op te scrollen en dan gooi je wat dingen in je winkelmandje. Maar bij Temu is dat echt met de app nodig. Dus ja, voor mensen die dat bijvoorbeeld niet fijn vinden, is het alweer wat minder handig om dan een bestelling te kunnen plaatsen. Waar je bij AliExpress je mandje gewoon volgooit en gewoon een tijdje kunt laten staan en de spullen er eigenlijk meestal in blijven zitten, is het bij Temu wel zo op is op. Als ze bijvoorbeeld van iets nog maar 5 stuks hebben en het is op, dan wordt het uit je winkelmandje gegooid. Dus stel je gooit bij Temu je winkelmandje vol, je denkt ik ga het nog niet direct bestellen en je komt er een tijdje later op terug, is de kans aanwezig dat de spullen die je erin had gegooid inmiddels alweer eruit zijn. En er is niet altijd een vervangbaar product aanwezig. En dat is wel jammer. Dus het is daar wel echt meer dat de voorraad wat beperkter is. Ook zie ik dat ik bij AliExpress bijvoorbeeld in de app ook producten kan zoeken door middel van een foto. Dat heb ik bij Temu nog niet gevonden. Bij Temu heb je wel vaak gratis verzending. En dat is bij AliExpress tegenwoordig niet meer zo. Dat kost toch heel veel wel wat verzendkosten. Of je moet echt heel uitgebreid gaan zoeken. De bestellingen van Temu komen wat dat betreft echt ook heel snel binnen. Ik heb nu 2 keer besteld en ik had het echt binnen 6 dagen al in huis. AliExpress biedt die optie ook wel. Maar dan moet je boven de 10 euro dingen bestellen en dan heb je soms dat het binnen 12 dagen of soms 7 dagen al in huis is, maar dat moet er dan echt wel bij staan. Waar je bij AliExpress dan wel weer gewoon ook dingetjes van 50 cent kunt bestellen, is dat bij Temu niet zo. Je moet minimaal voor 10 euro producten kopen, willen ze het verzenden. Dat is dan ook gelijk wel weer een punt wat je bij AliExpress niet hebt. Bij Temu heb je geloof ik nog 1 of 2 dagen om producten toe te voegen aan die bestelling, zodat het echt gezamenlijk verzonden wordt. En bij Temu wordt alles in 1 zak gegooid en bij AliExpress heb je allemaal losse zakjes. En dat is wel een beetje het verschil wat je dus ziet bij deze 2 winkels. Ik denk dat dat ook wel de grootste verschillen zijn. Mocht je nog vragen hebben over Temu, mag je ze altijd achterlaten in de comments natuurlijk. Nou, laten we dan nu gewoon maar gaan kijken wat ik heb gekocht bij Temu en zowel AliExpress. Ik zal nog even een origineel plaatje in beeld neerzetten van de producten, zodat je ook een beetje kunt zien of het overeenkomt. En de prijzen zal ik ook even in beeld neerzetten die ik ervoor heb betaald. Inmiddels kunnen die misschien weer wat omhoog zijn gegaan. En als ik nog linkjes kan vinden, zal ik die in de beschrijving zetten. Goed, laten we maar gewoon beginnen. Ik heb hier allereerst eventjes het pakket van AliExpress. Ik denk dat ik dat even als eerste ga doen. Kijk, die komen dus altijd nog steeds in kleine zakjes. Ik heb ook nog niet alles opengemaakt. Misschien had ik hier een schaartje bij nodig moeten hebben. Maar misschien krijg ik het ook zo wel open. Ik weet het niet. Bij AliExpress kocht ik allereerst nog zo'n setje met deze doekjes. Dit zijn van die petjes en daar kun je dus je nagels mee ontvetten. En die zijn heel fijn. En ik had er dus eentje. Ze zien er dan gewoon zo uit. Het is een vrij dik
papiertje, daar kun je dus je nagels mee ontsmetten. Voor mensen die misschien ook gel nagels zetten en zo, zijn dit ook hele fijne dingen. Maar ook wel gewoon fijn om je eigen nagels mee te ontsmetten. Ik heb dat al eerder een keer besteld, maar ik had nu één zo'n leeg vak over. Want ik heb ze dus in zo'n houder gestopt en ik had dus nu één zo'n leeg vak. Dus ik dacht, nou, dan moet ik er toch eventjes nog eentje bij doen. Ze komen ook al wel in een doosje. Maar ik heb er nog een speciaal doosje voor gekocht de laatste keer bij AliExpress. En daar bewaar ik ze in. Dus die heb ik in ieder geval gekocht. Dus die kan ik dan mooi weer erbij toevoegen. Het staat toch iets mooier als het gevuld is dan dat je één zo'n leeg vak overhoudt, vind ik zelf. Dan dit pakket. Die is wat groter. Trouwens, bij AliExpress komt alles ook wel nog in één grote zak uiteindelijk hoor. Maar die zit ook allemaal wel een beetje losgepakt. Zo, het is een beetje lastig. Dat is deze case. Ik haal hem gelijk uit het plastic. En hier ben ik heel blij mee, want dit is een case. En hier kan ik mijn camera en mijn statief in opbergen. En ook nog eens het pluizige dingetje voor het geluid. Deze is dus echt speciaal voor je camera. Dus je kunt hier je statief in opbergen. Dan kun je hier je camera in leggen. En hier dat, dat accessoiretje. Ik heb hier toevallig mijn statief liggen. Denk ik niet dat die in het zakje past. Want er zit dus een speciaal zakje omheen. Dan moet ik hem eventjes recht doen. Kijk, en dan past hij er zo in. Dan past hij onder je camera en daar dus dat winddingetje. En dan kun je hem dicht doen. En dan kun je alles eigenlijk in één stuk meenemen. Ik wil wel eventjes kijken of hij nou uiteindelijk ook nog erbij inpast in het hoesje. Want hij zit natuurlijk al in het hoesje deze. Ja, dat zou op zich ook nog kunnen. Dus dat is eigenlijk prima. Dus vind ik echt een heel fijn accessoire waar ik heel blij mee ben. Dan kun je je camera net iets handiger meenemen. Je kunt hem gewoon zo vasthouden. Er zit verder geen haak aan. Maar daar ben ik wel echt heel erg blij mee. Dan kan die ook weer in ieder geval mooi... kan ik het net allemaal iets veiliger opbergen. Dit weet ik al niet meer wat erin zit. Dat is ook altijd leuk. Als je vergeet wat er in je... dingen zit. Deze gaat ook iets minder makkelijk open. Hè? Nou, het is toch erg dat ik het gewoon niet meer weet. Het is goed verpakt. Ja, ik weet het weer. Dit zijn mijn kleine rietjes. Ik drink tegenwoordig alleen nog maar met rietjes. Maar ik heb dus alleen maar van die grote rietjes. En dat vind ik gewoon heel erg onhandig. Want als ik een klein glas heb, dan valt dat rietje eruit. Dus ik heb nu een setje met kleine rietjes. Dus je krijgt 2 van deze. Die passen dus net iets makkelijker in je glas. Transparant. En die heeft dus een schuine afloop. Dus dat zijn deze. Maar je hebt ook 2 rechte. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dus die zijn gewoon recht. En die passen dus gewoon net iets makkelijker in je glas. Je krijgt er ook zo'n 2 schoonmaakhulsjes bij. Dus dat vind ik zelf gewoon heel erg makkelijk. Want ja, ik heb nu gewoon regelmatig dat die rietjes eruit knallen. En dan met zo'n kleine rietjes past dat gewoon net iets makkelijker in. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Weer een klein pakketje. Dat is deze. Het is altijd leuk, jongens, met katten. Die gaan dan al die zakjes lopen likken en zo. Oh ja, dat zijn deze. Dit zijn van die kleine dingetjes voor mijn Joy-Con. Superleuk. Dat is deze. Echt heel erg leuk. Die kan ik dus over mijn Joy-Cons van mijn Switch heen doen. Deze hebben kattenpootjes. En ik heb ook deze. Het zijn gewoon 2 dezelfde. Dus die vind ik echt super leuk. Die zijn gewoon super handig. Want ik kan ze ook over mijn grote controller heen doen. Dat is echt top. Dan dit pakje. Die is dan weer van karton. Je hebt gelijk altijd weer heel veel plastic hiermee. Dit zit erin. En ik weet alweer wat het is.
Het is namelijk een houder voor mijn, of eigenlijk een siliconen koffer voor mijn controller van mijn Nintendo Switch. Ik vond het toch fijn om die een beetje te beschermen. Dus ik heb daar een controller hoesje voor gekocht. En hij heeft dus hele kleine glittertjes zoals je kan zien. Dat vond ik echt super leuk. Mijn Switch heeft zelf ook een glitterhoes. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Dus die kan er dan mooi omheen. En ik denk helemaal in combinatie met die Joy-Cons dat dat er gewoon super leuk uitziet. Dus daar ben ik ook super blij mee. Ik had hier nog één pakketje. En daar zitten namelijk deze oorbelletjes in. Ik zal ze weer even uithalen. En deze heb ik gekocht. Want ik heb natuurlijk afgelopen jaar zo'n heel fel neonroze pak gekocht. Ik vond het gewoon heel erg leuk om daar deze oorbelletjes bij te dragen. Kijk, ze zijn gewoon neonroze. Het zijn een soort van bliksemschichtjes. Maar ik vond ze zo super leuk. Ik dacht, ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Er zitten ook van die doorzichtige klemmetjes bij. Hier zo. Waarmee je ze dus vast kunt maken. Maar ik vond dat gewoon heel erg leuk. Ik dacht, dat vind ik wel heel gezellig om, om te gaan gebruiken in combinatie met dat pak. Dan gaan we nu gelijk door naar de pakketjes van Temu. En allereerst heb ik hier een doosje die niet meer zo heel mooi eruit ziet. Maar dat maakt niet uit. Want ik heb een spraytje gekocht. En hier wil ik water in gaan doen. Die wil ik bij mijn hoek gaan zetten. Mijn beautyhoek. Mijn haar is heel vaak ontembaar. Het beste is dan om het nat te maken. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik gewoon een spray waar ik water in kan doen. Dus je vult hem gewoon met water. Je kunt dit er gewoon zo afhalen. En dan vul je hem met water. En dan kun je hem gewoon zo je haar mee insprayen. Ik vond dat echt super handig. Dus ik dacht, ja, dat wil ik wel echt hebben. Dan zet ik hem gewoon bij mijn beautyhoek neer. En dan kan ik mijn haar iets meer temmen. Want vooral dit blijft nooit zo heel goed zitten. Mijn haar is gewoon eigenlijk het beste als het nat is. Dus dan kan ik het gewoon een beetje nat sprayen. En je zou er misschien ook nog wel verzorgingsproducten in kunnen doen. Maar ik wilde hem dus echt voor water hebben. En ik heb een roze genomen omdat ik dat gewoon leuk vond staan bij de beautyhoek. Dus dat is deze. Het is gelijk een hele bende. Dan heb ik Protect Cases gekocht. En dat zijn deze. En deze zijn voor mijn Joy-Cons. Ik heb afgelopen jaar nieuwe Joy-Cons gekocht. Daar had ik van die siliconen hoesjes omheen. Wat op zich hartstikke leuk is. Maar die waren roze. En ik had speciale kleuren gekocht voor mijn Joy-Cons. Ja, en die zag je dus niet meer terug. Dus ik heb nu transparant gekocht. En dit zijn van die hardcases. Die kun je op elkaar klikken. En dan zie je dus heel erg mooi die controller erdoorheen. Ik heb er hier toevallig eentje liggen. Tuurlijk, dat is net de verkeerde. Dat moet deze hebben. Kijk, dan die leg je er gewoon zo op. En dat is dan gewoon hartstikke leuk. Dat staat dan gewoon heel gezellig. En dan doe je er bijvoorbeeld zo'n hierbovenop zo'n heel leuk dingetje. Zo'n tumbler. Dan heb je gewoon een hele leuke controller. En dan zie je de kleuren gewoon mooi. Dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk. Daar ben ik heel blij mee. Die kon ik bijvoorbeeld op AliExpress weer niet vinden. Die had dan Temu wel. Dus daar ben ik heel blij mee. Je krijgt er uiteraard twee. Want voor twee controllers. Alleen de doosjes die zien er dus best wel een beetje gehavend uit. Maar daar ben ik echt wel heel erg blij mee. Ook met deze. Dan heb ik dit gekocht. En dit is eigenlijk een soort van netbag. En hier kun je een fles in doen. Ik merk nog wel eens, als ik een klein tasje mee heb en ik zou een flesje water mee willen nemen, kan dat niet. Nou, deze kun je dus gewoon zo. Je kunt hem verstellen. Kun je hem om je schouder hangen en dan kan je je fles dan in doen. Er kan best wel een grote fles in. Dus die doe je er dan gewoon zo in. Er zit hier zelfs nog een drukknoopje met een vakje. Maar dan kun je dus een fles in bewaren. Dan kun je dus toch makkelijk een fles meenemen die je dan gewoon om je schouder hebt. En als je dan gewoon een klein tasje bij hebt, is dat handig. Vaak past er niet eens een fles in een van mijn grote tassen. Dus ja, die vond ik gewoon heel erg handig eruit zien om dan gewoon ook water mee te kunnen nemen. Zodat je niet steeds die fles in je hand hoeft te hebben. Dat vind ik gewoon altijd heel erg lastig. Dus dat is die.
Ook kocht ik nog een set met grote knipjes. Ik had vroeger altijd van die grote knipjes. Want van die kleine knipjes blijven meestal in mijn haar niet zitten. Ik vind het vaak fijn om mijn haar weg te steken. Toen zag ik dat ze bij Temu wel grote hadden. Ik heb voor zwarte gekozen. Volgens mij... Ik ga even kijken hoe ze aanvoelen. Ze zijn een beetje mat. Kijk, het zijn van die matte knipjes. Dus ze zijn niet glimmend. Het zijn matte knipjes. Daar kun je dan je haar mee wegsteken. Ik heb heel dik haar, dus ik vind dat ideaal. Je krijgt er 6. Ja, dus dat vond ik wel gewoon heel erg handig. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Gewoon weer even met van die grote knipjes. Want ik had ze vroeger altijd, maar je kunt ze eigenlijk in de winkel bijna niet meer kopen. Is mijn ervaring. Dan heb ik ook nog deze Tump gripjes gekocht. Deze zijn van Animal Crossing. Dat is een game op de Switch. En ik had er wat meer nodig, want ik wil ze ook om mijn controller gaan doen. Dus ik dacht, oh, die vind ik wel heel erg leuk. Ik speel heel veel, nog steeds heel erg veel Animal Crossing. Ik vond deze er heel erg leuk uitzien. Dus ik dacht, dan doe ik die ook erbij bestellen. En deze kon ik dan bijvoorbeeld bij AliExpress weer niet vinden. Je hebt ze in heel veel verschillende varianten. Echt heel veel verschillende leuke. Dus gewoon echt de moeite waard om daar dus naar te gaan zoeken. Dan heb ik dit item. En dat is ook wel echt super handig. Het is namelijk een opvouwbaar rietje in een doosje. Kijk. Hier zit dus gewoon een rietje in die je kunt opvouwen. Ik weet niet, je hebt het misschien wel gemerkt. Als je bijvoorbeeld bij de McDonald's gaat eten en je bestelt een frisdrank, je krijgt geen rietje meer. Nou, het drinken uit die kartonnen bekers is echt een drama. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk gewoon een rietje bij me hebben. Toen zag ik dus gewoon een opvouwbaar rietje. Hij is gewoon van, ja, het is siliconen. Zo ziet hij er dan uit. En als je dan klaar bent, dan kun je hem weer opvouwen. Stop je hem hier in het doosje. En er zit ook een opvouwbaar schoonmaakdingetje bij. Nou ja, goed, dat zul je dan toch thuis doen. Dat ga je natuurlijk onderweg niet echt doen. Dat vond ik wel super handig. Ik denk, die stop ik gewoon hier in mijn tas. En mocht het een keer voorkomen dat ik dus ergens ben en er is geen rietje. Ik bedoel, hè, dat kan ook gewoon zijn bij iemand thuis. Dan heb ik gewoon altijd mijn eigen rietje bij me. Maar even kijken of ik dit ding er dan ook weer een beetje normaal in krijg. Want dat ging het eruit halen gaat makkelijk. Maar het erin steken is wel eventjes een dingetje. Want deze is wel echt heel flexibel. Even proppen hoor. Nou, gelukt. En dan ziet het er zo uit. Je klipt hem dicht. En je neemt hem mee. Je maakt hem thuis weer even schoon. En hij is klaar voor gebruik. Dat vond ik echt super handig. Ik haal even de laatste dingen uit dit zakje. Dan heb ik dit. Je ziet nog niet wat het is. Dat snap ik. Het is goed verpakt. Ik heb veel afval straks. Dit is namelijk een beauty tool. Dit is namelijk een automatische wenkbrauwkruller. Jawel, het bestaat jongens. Ik heb een roze. En dan werkt dat. Ja, dat moet ik nog even uitvogelen hoe dat werkt dan. Maar als het goed is, dan doe je hier je wimper tussen. En dan kun je hem dus normaal gesproken omhoog doen. Er staat alleen geen gebruiksaanwijzing bij. Misschien even handig. Zitten ook hier nog van die schone stripjes bij. Maar dan kun je je wimper ertussen doen. En dan kun je hem normaal gesproken dus zo omhoog doen. En dan kun je je wimper krullen. Lijkt mij wel heel erg ideaal. Ik weet niet precies dus hoe dit werkt. Maar dat moet ik... Oh, je kunt hem ook neerzetten. Maar hoe gaat dit dan? Oké, dat moet ik nog even uitvogelen. Maar dat staat er niet heel duidelijk bij. Maar dat lijkt me gewoon echt super handig. Dus ik dacht, die ga ik halen. Dan heb ik nog even zo'n heel klein mesje gekocht. Die heb ik eerder al een keertje gekocht. Maar ik dacht, ik vind het wel handig om er ook een beneden neer te leggen. Ik maak beneden vaak pakketjes open. En dan boven sloop ik die doosjes. Dat is gewoon zo'n heel basic mesje. Die je dus zo omhoog en naar beneden kan doen. Hij is dus heel, heel safe, want het mesje steekt er niet uit. Dus die vond ik gewoon echt super handig. Ik gebruik die andere ook heel veel. Dus dan leg ik er gewoon eentje beneden neer.
En dan hoef ik niet steeds met van die andere te clearen, zeg maar. Dan hoef ik hem niet steeds te verplaatsen. Dan heb ik dit. En dit is een klein rolmaatje. Ik heb nog wel zo'n rolmaat tekort. Ik heb eigenlijk niet echt een klein... Ik moet nog wel eens wat opmeten. Toen zag ik dit. Kijk, en dit is dus gewoon een rolmaatje die je zo uittrekt. En dan staan hier de maten op. Kijk, hij blijft ook gewoon gelijk hangen, wat super handig is. Dus hier staan gewoon maatjes op, dat kun je dus meten. Het is niet heel stevig. En dan druk je op dit knopje hier. Kijk, en dan tjoep, gaat hij weer in. Dus dat vond ik gewoon heel erg handig, zo'n klein rolmaatje. Ik gebruik nog wel eens een rolmaat, dus ik dacht, nou, dit is gewoon echt ideaal om te hebben. Dan ga ik naar deze zak. En ik kocht een muismat. Ik had een muismat nodig en ik wilde heel graag een roze. Dus ik heb gewoon deze gekocht. Het is heel basic, niet heel bijzonder, maar gewoon een prima muismat. Die gewoon een beetje nu uit zijn nux is. Die moet eventjes eigenlijk onder de stapeltje boeken, zodat die recht wordt. Maar het is gewoon een heel basic roze muismatje. Je kunt prima muismatten kopen dus bij Temu. En ik vond het leuk dat hij roze is. Hij hoort eigenlijk zo. Dit is de bovenkant en dit is de onderkant. Dus zo ziet hij er dan uit. Dus daar ben ik ook wel echt super blij mee. Even kijken wat er nog meer in zit. Dan heb ik een setje met zweetbandjes. Als je mij langer volgt, weet je dat ik dagelijks thuis sport. En ik merk gewoon dat ik heel vaak wel wat zweet, maar het niet echt weg kan vegen. Geen handdoekje bij de hand heb. Dus ik dacht, ik koop twee van die polsbandjes. Die doe je gewoon zo om je pols heen. En dan, voilà, kan je zo het afzweten of het afvegen. Dat is super, ja, vond ik gewoon een heel handig item om te hebben voor het sporten. Ik dacht, dat komt wel weer goed van pas. Ik haal gewoon even de kleine dingetjes er nu uit, want het is bijna leeg hoor. Het was niet heel veel wat erin zat. Dan heb ik een riem gekocht. En dit is een riem. Die zie je tegenwoordig overal. Ze zijn eigenlijk normaal best wel duur. Ik weet ook niet of het werkt hoor, van Temu. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Het kost echt bijna niks. Maar ik zit dus altijd te klieren. Ik moet altijd een riem om, maar ik zit altijd te klieren. Want ik vind het nooit lekker zitten. Dit is dus zo'n riem. Je kunt hem dus breder maken. Door dit gespje. Die kun je dus openkleppen. En dan kun je hem breder maken. En dan doe je hem zo door de lusjes heen, zeg maar. Dan klip je deze open en dan maak je hem vast. En dan blijft je broek dus omhoog zitten. Ik weet nog niet zo goed hoe ik hem langer kan maken. Dat is nog even een uitdaging. Ik merk wel dat het niet de allerbeste kwaliteit is. De dure, die zullen uiteraard beter zijn. Maar ik dacht, ik ga het eerst maar eens proberen. Dat is gewoon zo'n riempje. Want ik haat gewoon normale riemen. En hier valt dan ook gewoon normaal je trui overheen. Alleen het groter maken wordt denk ik even een dingetje. Maar, oh nee, dat valt reuze mee. Joh, kan die wel groot? Even kijken hoor. Als dit de max is, dan ga ik hem niet eens om kunnen. Hij moet heel erg mee stretchen. Hoe ga ik dat? Oh ja, zo maak je hem groter. Oké, dit is dan de max. Dan hoop ik wel dat ik hem zo om kan, maar dat denk ik wel. En dan kun je hem zo door je broek heen doen en dan kun je hem dragen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of dat werkt. Ik hou jullie op de hoogte in de vlogs. Dan heb ik echt zo'n item wat echt gewoon heel erg handig is. Je krijgt er wel gelijk twee. Ik ga er even eentje uithalen, want die moet ook aan mijn sleutelbos. Ken je dat probleem van die winkelwagentjes? Heel veel winkelwagentjes hebben tegenwoordig al wel dat je geen winkelwagenmuntje meer in hoeft te doen. Maar er zijn er ook nog zat die het wel moeten doen. Toen zag ik dit item. Dit is dus een item waarmee je dus wel het winkelwagentje los kunt halen. Maar hij blijft niet zitten. Dus je hangt hem aan je sleutelbos. Je stopt hem erin. Je winkelwagentje gaat open. En daarna kun je gewoon, zonder dat je dus dat muntje later weer uit hoeft te halen, je winkelwagentje gaan gebruiken. Echt super handig, want ik heb nu nog wel eens dat ik dan bang ben dat ik mijn winkelwagenmuntje vergeet. Of ik raak ze weer eens ergens in mijn tas kwijt. En nou hoef je ze niet meer af te halen. Dus dan kun je gewoon zo in je, doe je hem gewoon zo in je winkelwagenmuntje, je winkelwagentje, je karretje gaat open. Je kunt hem alleen dan niet meer vastmaken. Maar goed, heel veel winkelwagentjes staan gewoon los. Dat leek me echt ideaal. Dus die ga ik wel gelijk aan mijn sleutelbos doen, want dat heb ik echt nodig in mijn leven.
Dan heb ik een setje met kleerblokjes. En dit zijn wat verschillende maatjes. Ik heb zelf voornamelijk grote kleerbloks. Maar nu heb ik een paar kleintjes. Dit is voor het stempelen. Daar kun je dus gewoon een stempeltje op plakken. En dan kun je dus zo'n kleerstamp. En dan kun je dus stempelen. Hij is alleen niet van... Zou er nog een laagje op zitten? Dat weet ik. Dat vraag ik me dus af. Want hij gaat niet echt... Je krijgt hem niet echt makkelijk zo. Dus je hebt dit formaatje. Dan krijg je een iets grotere. En nog een iets grotere. Ik heb zelf al een wat grotere. Ik had eigenlijk gehoopt dat er nog één grotere bij zit. Maar dit zijn dus gewoon ja, iets kleinere. Soms heb je gewoon wat kleinere stempeltjes die niet zo'n heel groot kleerblokje nodig hebben. Dus dan is zo'n klein kleerblokje eigenlijk gewoon ideaal. Dus dat zijn deze. Wat ik ook nog kocht. Ja, het ziet er niet heel sterk uit alsof het gaat werken. Ik krijg niet altijd mijn blikjes open. Ik heb nog wel eens dat ik mijn blikje wil openmaken en dat ik dat niet helemaal goed lukt. En dit is dus zo'n dingetje waarmee je dus je blikje kunt openmaken. Je blikje voor het drinken. En dat is dus dit. Ik weet niet of het echt definitie gaat werken. Het voelt niet heel stevig aan. Dan kan ik zomaar wezen dat je het na één keer gelijk kapot hebt. Maar het leek me wel handig om gewoon te proberen. Dat je dan, ja, je zet dit onder het lipje en dan druk je hem omhoog. En dan kun je dus je blikje openmaken. Leek mij heel handig. Maar ja, net wat ik zeg, of het gaat werken, dat moeten we nog eventjes uitvinden. Want dat is natuurlijk even de vraag. En het laatste item wat ik heb... is dit. Dan denk je vast, wat is dat? Ik ga het er even uithalen. Ik hoop alleen dat het lukt zonder schaar. Dit is namelijk een blokje. Deze moet je er dan zelf op plakken zo. En als je dan een kleerstamp zet... Dan kun je met dit blokje hem eventjes heel goed aanduwen. Soms als je een kleerstamp zet op zo'n kleerblok, moet je dus heel goed zelf gaan duwen. En ik heb daar niet altijd de kracht voor. En toen zag ik dit. En hiermee kun je dus gewoon dat blokje net iets harder aanduwen. Waardoor je zelf minder kracht hoeft te zetten, maar waardoor dit dingetje het werk doet. En dat leek me gewoon heel erg handig. Deze moet je er dan alleen even zo opplakken, zodat je niet je hele blok lelijk maakt. Maar dan kun je gewoon heel makkelijk die kleerstamp aanduwen. En dat leek me gewoon echt super handig, want ik merk ook wel soms als ik mijn tool gebruik voor kleerstamps, dat ik gewoon zelf niet helemaal de kracht heb om dat aan te drukken. Dus dit leek me wel heel erg handig, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij zowel Temu als AliExpress. Ik ben er zelf heel blij mee. Ik weet natuurlijk niet van alles hoe het gaat bevallen, maar dat gaan we gewoon de komende tijd wel zien. Ik zal jullie met sommige dingen wel even op de hoogte houden. Ik ben eigenlijk benieuwd of jij iets hebt gezien wat je er handig uit vond zien of leuk vond uitzien wat ik heb gekocht. Laat het zeker even weten in de comments. Ik ben ook wel benieuwd of jij al een bestelling hebt gedaan bij Temu of dat je het niet zo goed aandurft. Je kunt bij Temu ook achteraf betalen mocht je bang zijn dat je bestelling niet aankomt. Ja, maar eigenlijk komt het altijd wel aan, maar ja, die mogelijkheid is er. Maar goed, dat is gewoon iets waar je zelf naar kunt kijken. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!